Dan, Rachel Hazes. Die stond vandaag stil bij het einde van dit seizoen van Holland Zingt Haast. Ja, het zit er weer op. Gisteravond viel het doek. Drie mooie avonden in de Ziggo Dome. En ze wil alle fans bedanken. De duizenden mensen die daar naartoe zijn gekomen voor het warme welkom dat ze onder andere haar zoon hebben gegeven. Maar dat was natuurlijk voor André zijn grote comeback. Ik wil even zeggen dat ik ongelooflijk trots ben op onze zoon. Heeft ze net over. Hij heeft het geweldig gedaan. Ze heeft ontzettend veel respect voor de manier waarop die op het podium stond, op een hele andere manier dan die normaal gesproken gewend was. We kennen het verhaal natuurlijk, drugs, drank en nu voor het eerst nuchter. Hij heeft er zelf intens van genoten. En we hebben hem nog gezien dat hij zijn moeder even een aai over de bol gaf. En ik hoor ook echt louter positieve reacties. Jij bent daar nog geweest, toch? Ja, ik ben geweest de tweede avond. Ik vond het echt superleuk. Ook helemaal weer in die Ziggo Dome. Ik ben nog wel bij Robbie Williams toe geweest, maar gewoon weer zo'n feestsfeer in die Ziggo Dome. En ik moet ook zeggen, de vrouwen die er waren, Carsoe, O'Jean en Samantha Steenwijk, die met z'n drieën redelijk aan het eind optraden, was echt fenomenaal. Nou, vond ik echt heel goed. Leuk. Ja. Ze hebben ook al aangekondigd volgend jaar weer te komen. Dus dan kunnen de mensen er weer naartoe. Het zal waarschijnlijk weer in maart volgend jaar zijn. En kijken van wie van de familie er dan staat. Dat is altijd afwachten. Nou ja, goed, André heeft gezegd, ik ben goed met mijn moeder. We hebben geen foto's van hun samen gezien, dat niet. Maar het contact is er gewoon. En nou ja, we zullen inderdaad zien. Never a dull moment in deze familie natuurlijk. Hè?